Goedendag. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend 6 uur zien we een wolkenband ten westen en noorden van Nederland. Wij zitten aan de binnenzijde van het wolkenband in de warme lucht. De warme sector heet dat gebied. Daar bevindt zich zeer warme lucht en daardoor gaan de temperaturen goed oplopen vandaag. Vanochtend is het bij flink wat zon al snel 20 graden en vanmiddag wordt het dan zo'n 23 tot 28 graden. In de loop van de middag kan er wel lokaal al een enkele bui ontstaan van het noordoosten midden en misschien ook westen van het land. Vanavond neemt de kans op buien verder toe, opnieuw in dezelfde regio's. In het zuidoosten blijft de zon het lang schijnen en daar is het vanavond nog lang meer dan 20 graden. In de nachtelijke uren trekt er een koufront over het land. Die zorgt ervoor dat de warme lucht wordt verdreven. Morgen hebben we dan een zonnige periode en vrijwel droog weer, maar wel lagere temperaturen. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden, toch nog een hele aardige zomerdag. Zondag is het in de nacht en ochtend bewolkt en nat. In de middag breekt de zon weer door en dan wordt het 20 à 21 graden. Maandag misschien nog een lokaal buitje, maar waarschijnlijk droog weer. Dinsdag ook zonnige periode en droog weer en temperaturen van 21 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.